Celtic supporters die woensdagavond met z'n allen een agent in burger ervan langsgeven. Het zijn nare beelden om te zien. Dit lijken dan ook krokodillentranen. The police were hitting me with the batons. Absolutely done nothing at all. And there was no chance of moving away from it, to be honest. And your police moved in heavy-handed. So it's just the police, it just seemed to be anti-Celtic. And the time when we arrived at the train station, we're treated like animals. Maar deze beelden die op YouTube opdoken, lijken de schotten in ieder geval gedeeltelijk gelijk te geven. Dit gebeurt niet lang voor de aanval op de agent. Te zien is hoe een groep politieagenten in burgerkleding blijft intrappen en slaan op een Celtic-fan. Die even later met bebloed gezicht wordt weggevoerd. Bij AT5 komen tips binnen dat de agent in burger in de beige jas dezelfde is als die even later te grazen wordt genomen door de groep Celtic-fans. Celtic liet eerder al in een statement op de website weten dat, hoewel er geen excuus is voor gewelddadig gedrag, er geen twijfel is dat de Celtic-supporters geprovoceerd zijn. Daarbij worden Ajax-supporters als schuldigen aangewezen. Maar de club spreekt ook nogal cryptisch over andere aanvallen op hun fans. In Schotland heeft men verder vooral geschrokken gereageerd. Well, the scenes obviously surprised many. I think it was 12.000 that went to Amsterdam. They would always go in excess of 3.000 to most grounds. And in all the time that I've covered Celtic matches over the last 10, 12 years, there has not been an incident like this. Dat liep deze keer dus anders. Hoe dan ook, ook al gaat deze agent in burger door het lint, niemand zou door een groep mensen moeten worden afgetuigd. Maar geldt datzelfde niet voor deze Celtic supporter.